Hij heeft een antwoordapparaat. Dus vrijdag gaan we competitie darten. En hij kwam niet. Dus ik zeg, joh, Tinus, als je thuis bent, ik ga darten in het café, ik ga naar de berenboot. Nou, dus ik zag hem niet. Daarna heb ik nog wat ingesproken. Mevrouw, kom maar. Dit was een van de eerste clubhuizen waar we altijd kwamen. En hier gingen jullie darten? Ja, hier kwam je bij elkaar. Hier was, ja, was ook wel een beetje darten, maar niet zo gek veel. Dit was Clubhuis de Jos. En hier kwamen we allebei bij elkaar. En ik woonde hier om de hoek, dus voor mij was het altijd makkelijk. En toen was ik zo'n beetje 23 jaar. Nou, ik ben nu 57. Hele leuke tijd hier gehad, ook met tieners. En dan kon je daar een kaartje leggen. Op één oog had je van die gewichten, dan kon je alweer een beetje fitnessen. Hier was er echt een hele leuke tijd voor de jongens. Ja, ik zal je hier vertellen. Ja. Zullen we? Nou, dit was de carouselbar. Hier darten we altijd vrijdagavond. In die tijd ook Barney. Als wij uitspeelden, dan speelde Barney thuis. En een hele leuke tijd gehad. Hij was een van de beste spelers, Tinus. En we moesten altijd twee moppen vertellen. Nou, wij wachten altijd een beetje op de bar die met zijn groepje was. Die ging dan weg en wij kwamen hier spelen. Wij gooiden in die tijd tweede divisie. En Barney gooide veel hoger, die gooide Super League. We hebben een keer in de een of andere zomercompetitie of winterkitje tegen hem gegooid. Ja, dat is wel leuk, maar je gaat er gewoon met 9-0 af, weet je. Ja, en dat is ook helemaal niet erg. We gingen naar Leiden, Noordwijkerhout, Noordwijk. En we kwamen altijd terecht in Hillegom. En ja, in die tijd zat hij in de handel. En het was niet zo, ik noemde hem altijd een kruimeldief. Ik bedoel, als je kleding pik en voetbalschoentjes pik en shirtjes pik. En dan zegt hij, van de week ga ik naar een winkel. Die heeft allemaal hele dure parfumetjes. Wat voor parfum moet ik even voor je meenemen? En dan kreeg ik weer een stropdas van hem voor mijn taxi. Want in die tijd reed ik al taxi. En dan moest ik een mooi pak aan. Hij zegt, ja, dan vallen de vrouwen op, weet je. Ik zeg, ja, voorzichtig, ik ben getrouwd, hè. Dus rustig aan, ik bedoel. En vanaf 7:15 tot 6:30 een biertje drinken. Ja, ik bedoel, daar moet ik nou niet meer aan denken. Hij heeft een antwoordapparaat. Dus vrijdag gaan we competitie darten. En hij komt 7:15 niet. Hij gaat altijd in bad. Om 7:15. En dan rijdt hij naar mij toe, naar Moerwijk. En dan pikt hij mij op. En dan gaan we naar het café. Ene week spelen we thuis. Ene week spelen we uit. Dan gaan we naar het café, gaan we een biertje drinken. En dan gaan we de hele nacht op stap. En hij kwam niet. Dus ik zeg, joh, Tinus, als je thuis bent, ik ga darten in het café. Ik ga naar de berenboot. Nou, dus ik zag hem niet. Daarna heb ik nog wat ingesproken. En toen ging het toch een beetje, dinsdag of woensdag ging het een beetje kriebelen. Toen ben ik naar zijn huis gereden en er waren allemaal mensen hier voor de deur. Het moet een bekende zijn geweest. Want heel veel junkies waren daar, heel veel loose mensen waren daar, waar die absoluut niet de deur van open deed. En als je dan iemand vermoordt in zo'n huis en je laat er echt voor, nou, tussen de 5.000 en de 8.000 gulden aan waarde leggen in dat huis. Want wat lag er op tafel dan? Ja, er lag goud op tafel. Er lag een gouden horloge op tafel, er lag een gouden ketting op tafel. Er lag een ring op tafel met steentjes erin, die had hij in België gekocht, die heb hij in een ring laten zetten. Hij had een originele 18 karaat Rolex band. Ja, dat zijn dingen die een junk of iemand die handel met hem gedreven hebben geld krijgt. Goud laat je niet liggen. Dat levert altijd wat op. Ik vind als je zoiets doet, dan moet je straf krijgen. En ik heb geen haatgevoelens of dit en dat, maar
het is een impact, hè? Het is een goede kameraad. Het zijn tweeërige dingen. Toen mijn moeder overleed en toen hij overleed. Vrijdag drink ik altijd nog een biertje en dan denk ik aan hem. Ik gooi wel eens met je pijlen. Weet je, dat vind ik leuk. Ik denk, nou, dan neem ik een biertje, gooi ik even een paar pijltjes met deze. Van de gedachte van wat een leuke tijd we hebben gehad. Niet veel mensen hebben zo'n leuke tijd.